De Kadett D van 1980 was het eerste type met een tandriem voor de aandrijving van de koelvloeistofpomp en de nokkenas. In eerste instantie toegepast op de benzinemotoren. Maar later ook op de diesels. In de loop der jaren is de tandriem door constructieve wijzigingen niet alleen stiller geworden, ook de levensduur is toegenomen. Zodat de riem vanaf modeljaar 97 nog slechts na iedere 120.000 kilometer of 8 jaar vervangen hoeft te worden. Deze lange vervangingsinterval geldt echter alleen voor een originele Opel tandriem die op de correcte wijze gemonteerd en afgesteld is. Een ander aspect is de juiste bewaarmethode. De tandriem kan bijvoorbeeld al voor de montage zodanig geknikt zijn dat hij door inwendige beschadigingen onbruikbaar is geworden. De tandriem zou kunnen breken met een kostbare motorschade als gevolg. Erosie door bijvoorbeeld stuifzand en ook een verkeerd gemonteerde tandriemspanrol of omkeerrol bekorten de levensduur van de riem. Alleen een correct gemonteerde riem gaat lang mee. Wanneer een tandriem met olie is besmeurd of door extreme temperaturen of zware erosie is versleten, dan moet de oorzaak worden verholpen en moet de riem door een nieuw exemplaar uit het Opel leveringsprogramma worden vervangen. Tandriemen mogen alleen bij een koude motor worden afgesteld. De vervanging van de tandriem moet op de daartoe bestemde sticker worden vastgelegd. De getoonde werkzaamheden worden aan diverse uitgebouwde motoren uitgevoerd die representatief zijn voor de overige motortypes. De X16SZR voor de 8-kleps OHC-motoren, de X18XE1 en de X20XEV voor de DOHC 16-kleppers, de X25XE voor de V6-motoren en de X17DTL voor de dieselmotoren. We beginnen bij de OHC-motoren met als voorbeeld de X16SZR. Eerst wordt de motor op het ontstekings-BDP van de eerste cilinder gezet. Draai de motor aan de tandriempoelie gelijkmatig met de klok mee, tot de wijzer op de tandriempoelie tegenover het merkteken op het oliepomphuis staat. Tegelijkertijd moeten de inkepingen in de nokkenaspoelie met de achterste tandriemkap overeenkomen. Ontspan de tandriemspanrol door deze tegen de veerkracht in omhoog te bewegen en blokkeer deze met een pen. Bij hergebruik van de tandriem moet de looprichting worden afgetekend om te voorkomen dat de riem later lawaai gaat maken. Verwijder de tandriem. En controleer hem op eventuele beschadigingen. Controleer of de tandriemspanrol nog goed werkt. Na de reparatie wordt de tandriem er weer opgelegd. Let bij een gebruikte tandriem
op de oorspronkelijke looprichting. Controleer voor het afstellen van de tandriem nogmaals of de merktekens op de tandriempoelie en de nok-en-alspoelie op tijd staan. Nadat de bouten van de koelvloeistofpomp zijn losgedraaid, en de blokkeerpen uit de spanrol is verwijderd, kan de tandriem met het speciale gereedschap KM421A worden gespannen door de koelvloeistofpomp met de klok mee te draaien, tot de wijzer vlak voor de bovenste aanslag staat. Zet de bouten van de koelvloeistofpomp weer vast. Draai de krukas gelijkmatig 2 slagen, 720 graden, met de klok mee. Tot de merktekens op de tandriempoelie en de nok-en-alspoelie op tijd staan. Zet de koelvloeistofpomp iets los en draai deze met KM421A tegen de klok in, zodat de wijzer en de inkeping in de tandriemspanrol tegenover elkaar staan. Draai de bouten van de koelvloeistofpomp weer aan en draai de krukas nogmaals 2 slagen, 720 graden, met de klok mee. Tot de merktekens op de tandriempoelie en de nok-en-alspoelie op tijd staan. Nu moeten ook de wijzer en de inkeping in de tandriemspanrol tegenover elkaar staan. Zo niet, dan moet de afstelprocedure volledig worden herhaald. Haal als laatste de bouten van de koelvloeistofpomp met het voorgeschreven koppel aan. Om te demonstreren hoe de tandriem bij de DOHC-motoren wordt vervangen, is een X18XE1 gekozen. Eerst wordt de motor op het ontstekings-BDP van de eerste cilinder gezet. Draai de motor daartoe aan de tandriempoelie gelijkmatig met de klok mee, tot de wijzer op de tandriempoelie tegenover het merkteken op de achterste tandriemkap staat. Tegelijkertijd moeten de inkepingen in de beide nok-en-alspoelies tegenover elkaar staan. Zet de nok-en-alspoelies in de correcte stand vast met de afstelmal KM852. Het opschrift top wordt daarbij naar boven gekeerd. Maak nu de tandriemspanrol los om de tandriem te verwijderen. En zet het afstel-excentriek op 7 uur. Bij hergebruik van de tandriem moet de looprichting worden afgetekend om te voorkomen dat de riem later lawaai gaat maken. Verwijder de tandriem om te beginnen van de omkeerrol zonder stootrand.
en controleer de riem op eventuele beschadigingen. Controleer tevens of de tandriemspanderol nog goed werkt. Voor de montage van de tandriem moeten de merktekens op de tandriempoelie en de tandriemkap tegenover elkaar staan en moet de afstelmal KM852 zijn aangebracht. Wanneer de koelvloeistofpomp ter reparatie is verwijderd, moet deze in de correcte stand worden gemonteerd. Leg de tandriem erop en begin daarbij met de tandriempoelie van de krukas. Let bij een hergebruikte tandriem op de looprichting. Span het afstel-excentriek van de tandriemspanrol tegen de klok in tot de wijzer vlak voor de rechteraanslag staat. Verwijder de afstelmal en draai de krukas twee slagen, 720 graden met de klok mee, tot de merktekens op de tandriempoelie en nokkenaspoelies op tijd staan. Breng het speciale gereedschap KM852 aan. Maak de tandriemspanrol iets los en draai het afstel-excentriek zo ver met de klok mee dat de wijzer bij een gebruikte riem op het merkteken Used staat. En bij een nieuwe tandriem tegenover het merkteken New staat. Zet de bout van de spanrol net vast. Draai de krukas nogmaals twee slagen, 720 graden, met de klok mee. Bij een correcte afstelling kan de bout van de tandriemspanrol met het voorgeschreven koppel worden aangehaald. Bij oudere DOHC-motoren, bijvoorbeeld de X20XEV, zijn de geleiding van de tandriem en reparatiemethode vrijwel gelijk aan die van de X18XE1. Dit zijn de voornaamste verschillen. De merktekens die met de tandriempoelie corresponderen staan op het distributiedeksel en het oliepomphuis. Voor het blokkeren van de nokkenaspoelies wordt het speciale gereedschap KM853 gebruikt. De merktekens op de nokkenaspoelies moeten tegenover de inkepingen in het klepdeksel staan. Voor een correcte tandriemspanning moet de wijzer van de tandriemspanrol bij een gebruikte riem op de linkerbovenhoek van de inkeping staan. Bij een nieuwe tandriem moet de wijzer in het midden van de inkeping staan. Wanneer de koelvloeistofpomp ter reparatie is verwijderd, moet deze in de correcte stand worden gemonteerd. Om de tandriem van een V6 te verwijderen,
moet de motor op het ontstekings-BDP van de eerste cilinder zijn vastgezet. Draai de motor aan de tandriempoelie gelijkmatig met de klok mee tot net voor het BDP-merkteken. De inkepingen in de nokkenaspoelies staan vlak voor de merktekens op de achterste tandriemkap. Schroef het speciale gereedschap KM800-10 aan de tandriempoelie vast. Draai de krukas verder met de klok mee tot de hefboom tegen de flens van de koelvloeistofpomp rust. Druk de beweegbare hefboom tegen de platte kant van de koelvloeistofflens en draai de kartelschroef aan. Nu moeten de inkepingen in de nokkenaspoelies tegenover de merktekens op de achterste tandriemkap staan. Let er ook op of de nokkenassen van de juiste poelies zijn voorzien. Voor de demontage van de tandriem moeten de nokkenaspoelies 1 en 2 met de rode afstelmal KM800-1 worden vastgezet. Hierbij is het opschrift top naar boven gekeerd. Blokkeer de nokkenaspoelies 3 en 4 met de groene afstelmal KM800-2. Wanneer de groene afstelmal KM800-2 niet past, dan de onderste omkeerrol losmaken en het excentriek met het speciale gereedschap MKM 6038 zo ver verdraaien dat de mal wel past. Wanneer de rode afstelmal KM800-1 niet past, dan de bovenste omkeerrol zo ver verdraaien dat ook deze past. De afstelmallen zijn niet bedoeld om de nokkenaspoelies los te draaien. Ze zullen daardoor beschadigd worden. Nu de vier nokkenaspoelies en de krukas zijn geblokkeerd, wordt voor het verwijderen van de tandriem eerst de spanrol losgezet. Maak de bovenste omkeerrol los. En zet het excentriek met de klok mee op 12 uur. Maak de onderste omkeerrol los. En zet het excentriek met de klok mee op 3 uur. Om de tandriem gemakkelijk te kunnen verwijderen, kan het speciale gereedschap KM800-10 worden weggenomen. Op de tandriem staan hulpmerktekens voor de correcte montage. De looprichting wordt met pijlen aangeduid. De dubbele streep moet tegenover het BDP-merkteken op de tandriempoelie staan. En de twee enkele strepen horen bij de merktekens op de nokkenassen. De oude tandriem mag alleen worden hergebruikt wanneer hij niet geknikt is en de hulpmerktekens nog duidelijk zichtbaar zijn. Doordat de grondplaat van de tandriemspanrol in twee uitvoeringen voorkomt, met de codeletter E voor de nieuwe versie en een D voor de oudere versies,
is het absoluut nodig de bijpassende tandriem te monteren. De bestelnummers staan in TIC 54J290 van april 1997. Daarnaast zijn er twee types tandriem spanrollen. Zonder een stootrand aan de voorkant en met een stootrand aan de voorkant. Bij de V6-motor vanaf modeljaar 99 is de onderste omkeerrol iets naar boven en de bovenste omkeerrol iets naar onderen verplaatst, wat een modificatie van de spanrol grondplaat noodzakelijk maakte. Er wordt tevens een nieuwe tandriem gebruikt die, net als alle tandriemen, bij Opel besteld moet worden. Deze modificaties zijn niet van invloed op de afstelling van de tandriem. Voor de montage van de tandriem moeten de nokken als poelies met pennen geblokkeerd zijn. En moeten de merktekens op de tandriempoelie en het huis tegenover elkaar staan. Leg de tandriem met de pijlen in de motordraairichting op de poelies. De dubbele streep op de tandriem wordt tegenover de groef in de oliepomp en het merkteken op de tandriempoelie gezet. Zet de tandriem met het speciale gereedschap KM800-30 op de tandriempoelie vast. Breng vervolgens het speciale gereedschap KM800-10 weer aan. Wanneer op de grondplaat van de spanrol een E staat, wordt de tandriem met de klok mee eerst over de tandriemspanrol en daarna op de nokken als poelies 1 en 2 gelegd. Trek de tandriem op de nokkenaspoelies en maak dat de enkele strepen op de tandriem tegenover de inkepingen in de nokkenaspoelie en de achterste tandriemkap staan. Laat de tandriem de correcte weg volgen. Wanneer op de grondplaat van de spanrol een D staat en de spanrol aan de voorkant geen stootrand heeft, dan wordt de tandriem tegen de klok in eerst op de nokkenalspoelies 3 en 4 gelegd. Let erop dat de trekkant strak staat. Begin het afstelproces met de onderste omkeerrol. Draai het excentriek met het speciale gereedschap MKM 6038 zo ver tegen de klok in dat de pijl op het excentriek op circa 2 uur staat. Draai nu het excentriek van de bovenste omkeerrol tegen de klok in, zodat de pijl op circa 11 uur staat. Neem een inbussleutel om het excentriek van de tandriemspanrol tegen de klok in net tegen de aanslag te zetten. Draai het daarna zo ver terug dat de wijzer circa 1 mm boven de beweegbare aanslag staat. Verwijder alle blokkeer- en afstelgereedschappen. Draai de motor aan de tandriempoelie voorzichtig circa 2 slagen rond tot net voor het BDP-merkteken. Let op eventuele zware punten.
breng het speciale gereedschap KM800-10 nogmaals aan. Zet de controlebal KM800-20 op de nokkenalspoelies 3 en 4. Door de reeds afgestelde omkeerrollen moeten de merkstrepen op de nokkenalspoelies links van de merktekens op de controlemal staan. De fijnafstelling begint met de onderste omkeerrol, waarvan het excentriek zo ver tegen de klok in wordt gedraaid dat de merktekens exact tegenover elkaar staan. Wanneer de merktekens aan de rechterkant staan, moeten de spanrol en de beide omkeerrollen weer worden losgezet en moet het afstelproces worden herhaald. Volg dezelfde methode voor de nokkenalspoelies 1 en 2. Zij worden met de bovenste omkeerrol afgesteld. Wanneer alle vier de merktekens exact op tijd staan, wordt het excentriek van de tandriemspanrol weer iets opgespannen. En op 3 tot 4 mm boven het merkteken afgesteld. Haal de bout met het voorgeschreven koppel aan. Verwijder de blokkeer- en afstelgereedschappen. Draai de krukas nogmaals over een hoek van bijna 720 graden. En monteer het gereedschap KM800-10. Neem de controlemal KM800-20 om de afstelling van de nokkenalspoelies te controleren. De afstelmallen KM800-2 en KM800-1 moeten gemakkelijk passen, anders moet de afstelling compleet worden herhaald. Verwijder alle blokkeer- en afstelgereedschappen en haal de bouten van de omkeerrollen met het voorgeschreven koppel aan. Zo wordt de tandriem van de V6 stap voor stap vervangen. Zet de krukas op het ontstekings-BDP van de eerste cilinder vast. Zet de afstelmallen op de nokkenalspoelies. Maak de spanrol en de omkeerrollen los. Let op de merktekens op de tandriem. Leg de tandriem erop. Stel de onderste en bovenste omkeerrol ruwweg af. Zet de spanrol ongeveer goed en verdraai de krukas 720 graden. Fijn afstelling van de omkeerrollen met behulp van de controlemal. Fijn afstelling van de spanrol en eindcontrole.
Aangezien dieselmotoren met een hoge mechanische precisie werken, moet de kleptiming uiterst nauwkeurig worden afgesteld. Om mechanische schade na het vervangen van de tandriem te voorkomen, moet elke motor afzonderlijk worden afgesteld. Daarvoor moet de nokken als spoelie worden losgezet. Om daarna de kleptiming te kunnen afstellen, is een meetklok absoluut onontbeerlijk. Eerst wordt de motor op 90 graden voor het ontstekings-BDP van de eerste cilinder gezet. De uitlaatnok van de eerste cilinder staat omhoog. Zet de meetklok MKM 571-B in het speciale gereedschap KM 661-1. Monteer de brede voet met een diameter van 10 mm aan de meetklok. Om de meetklok tegen de basis van de nokkenas op nul te zetten, moeten de linkerpaspennen van het gereedschap in de gaten van het nokkenashuis worden gestoken. Met de hoogteverstelling wordt de meetklok onder een voorspanning van 0,5 mm gezet en de wijzerplaat op nul gedraaid. Verwijder de meetklok met de houder zonder de afstelling te veranderen. Draai de bouten van de inspuitpomp los. Houd de nokkenas aan het zeskant tegen en zet de bout van de nokkenaspoelie los. Maak de tandriem spanrol los en zet de wijzer van het afstel-excentriek op 7 uur. Teken de looprichting van de tandriem af. En verwijder de tandriem. Controleer de oude tandriem voor hergebruik op eventuele beschadigingen. Zet de inspuitpomp op het BDP en blokkeer deze met het gereedschap KM 6011. Draai de nokkenas aan het zeskant met de klok mee, zodat de kleppen van de eerste cilinder op tuimelen staan. Haal de nokkenaspoelie met een nieuwe bout handvast aan en let op de correcte positie van de vulring. Bij een uitgebouwde motor wordt het speciale gereedschap KM 540-A tegen het vliegwiel gezet. Verdraai de krukas aan de tandriempoelie en zet deze op het ontstekings-BDP van de eerste cilinder. De inkeping in het vliegwiel moet tegenover de stift op het speciale gereedschap staan. Bij een ingebouwde motor wordt de krukas aan de tandriempoelie verdraaid totdat de blokkeerpen KM 951 in de transmissie valt. Wanneer de koelvloeistofpomp ter reparatie is verwijderd, moet deze in de gemarkeerde stand worden gemonteerd. Leg de tandriem erop en begin daarbij met de tandriempoelie. Let bij een hergebruikte tandriem op de looprichting. Zet de bouten van de inspuitpomppoelie zo mogelijk in het midden van de sleufgaten.
span het afstel excentriek van de tandriemspanrol tegen de klok in, zodat de wijzer vlak voor de rechter aanslag staat. Zet de meetklok met de houder met de rechterpaspennen in de gaten van het nokkenashuis. Monteer de houder KM661-2 boven de vierde cilinder aan het nokkenashuis. Als afstelling vooraf de nokkenas voorzichtig aan het zeskant verdraaien totdat de meetklok een lichthoogte van circa 0,80 mm aangeeft. Met de stelbout van de houder kan de klok op een waarde van 0,60 tot 0,64 mm worden afgeregeld. Haal de bout van de nokkenaspoelie met het voorgeschreven koppel en over de vereiste hoek aan. Haal ook de bouten van de inspuitpomp met het voorgeschreven koppel aan. Verwijder de meetklok met de houder voorzichtig, zodat ze niet ontregeld raken. Verwijder de bevestigingsplaat en de steeksleutel. Neem bij een ingebouwde motor de blokkeerpen uit de inspuitpomp en de blokkeerpen uit de krukas. Draai de krukas twee slagen, 720 graden, met de klok mee. De merktekens op de tandriempoelie en de oliepomp moeten op tijd staan. Zet de bout van de spanner los en verdraai het excentriek zo ver dat de wijzer voor een nieuwe tandriem tegenover de inkeping staat. Bij een gebruikte tandriem moet de wijzer op de linkerbovenhoek van de inkeping staan. Haal de bout met het voorgeschreven koppel aan. Draai de krukas nogmaals bijna twee slagen tot op 90 graden voor het ontstekings-BDP van de eerste cilinder. En zet de meetklok op nul. Draai de krukas zo ver dat de merktekens op het vliegwiel goed staan. En dat bij een ingebouwde motor de blokkeerpen in de transmissie en de blokkeerpen in de inspuitpomp past. Monteer de houder met de meetklok nogmaals. De meetklok moet nu 0,55 mm plus minus 0,03 mm aangeven. Zo niet, dan moet de afstelling compleet worden herhaald. Zo wordt de tandriem van de dieselmotor stap voor stap vervangen. Zet de motor op 90 graden voor het ontstekings-BDP van de eerste cilinder. Zet de meetklok op nul. Draai de bouten van de inspuitpomp en de nokkenaspoelie los.
Zet de inspuitpomp en de krukas voor de montage op het BDP. Let bij de montage op de correcte stand van de pomppoelie. Zet de spanrol onder lichte spanning. Stel de nokkenas met behulp van het speciale gereedschap en de meetklok af. En haal de bouten aan. Draai de krukas twee slagen en stel de spanrol af. Draai de krukas nogmaals twee slagen en controleer de kleptiming. Om aan de vraag naar meer comfort te voldoen, zijn de benzinemotoren X20XEV en X22XE van enkele modellen, alsmede de dieselmotoren X20DTH en X22DTH van balansassen voorzien. De controle van de tandflankspeling wordt hier bij een X20XEV gedemonstreerd. Voor beide benzinemotoren geldt dezelfde methode. Verwijder het onderstuk van het karter, de zuigbuis, de spatplaat, en het bovenstuk van het karter. Draai de motor aan de trillingsdemper en zet deze op het ontstekings-BDP van de eerste cilinder. Nu moeten de platte kanten van beide balansassen op één horizontale lijn liggen. Zo niet, dan is het balansashuis niet goed op de stand van de krukas afgestemd. Schroef de meetinrichting KM949 met de meetarm in de balansas aan de inlaatkant en draai deze handvast aan. Schroef de andere kartelschroef in de tweede balansas en draai deze handvast aan. De meetarm moet horizontaal op het huis zijn gemonteerd. Monteer de meetklokhouder met de meetklok KM798 op het cilinderblok. Zet de meetpen onder een voorspanning van circa 1 mm exact verticaal tussen de inkepingen op de platte kant. Zet de wijzerplaat van de meetklok op 0. Door de kartelschroef te verdraaien, kan de tandflankspeling van de balansassen op de meetklok worden afgelezen. Deze moet tussen 0,02 en 0,06 mm liggen. Herhaal deze meting 3 maal en draai de balansassen daarvoor steeds 90 graden verder. Draai de krukas zo ver met de klok mee dat de meetarm verticaal staat. Zet de meetarm weer horizontaal en herhaal de meting. Wanneer één van de 4 gemeten waarden buiten de toleranties van 0,02 tot 0,06 mm valt, moet de tandflankspeling met een nieuw vulstuk worden gecorrigeerd.
Neem daartoe het complete balansashuis van het cilinderblok. Op het vulstuk staat een maataanduiding, in ons geval het getal 70. In de TIC 24J279 van december 96 staat een tabel met de bestelnummers van de vulstukken. Het eerstvolgende grotere of kleinere vulstuk zal de tandflankspeling 0,02 mm doen toe- of afnemen. Is de gemeten waarde bijvoorbeeld 0,07 mm, dan moet het vulstuk 67 worden ingebouwd, waardoor de speling 0,05 mm afneemt. Na vervanging van de krukas of het balansashuis moet voor de eerste basisafstelling altijd met het dikste vulstuk 85 worden begonnen. Vervolgens wordt de tandflankspeling gemeten om de dikte van het te monteren vulstuk te berekenen. Voor de inbouw van het balansashuis moet de motor op het ontstekings-BDP van de eerste cilinder staan. Controleer de balansassen op beschadigingen. Verdraai de assen voor montage zodanig dat de beide platte kanten aan de onderkant op één horizontale lijn liggen. Monteer het nieuwe vulstuk samen met het balansashuis aan het cilinderblok. Haal alle bevestigingsbouten gelijkmatig met het voorgeschreven koppel aan. Herhaal vervolgens de complete procedure om de tandflankspeling te meten. Bouw ten slotte de motor weer op. De afstelling van de tandflankspeling kort samengevat. Controleer de stand van het balansashuis ten opzichte van de krukas. Meet de tandflankspeling met een meetklok. Demonteer het balansashuis en vervang het vulstuk. Er zijn verschillende vulstukken leverbaar. Bij de dieselmotoren X20DTH en X22DTH worden de balansassen door een distributieketting met een hydraulische kettingspanner aangedreven. Daardoor hoeft de tandflankspeling niet te worden afgesteld. Om de balansassen te demonteren, moet de motor en de trillingsdemper met de klok mee tot vlak voor het ontstekings-BDP van de eerste cilinder worden gedraaid. Steek de blokkeerpen KM929 in de krukas en draai de trillingsdemper verder, zodat de stift op zijn plaats valt. Zet de balansassen aan de zijkant vast met het speciale gereedschap KM979. Gebruik het speciale gereedschap KM978 om de kettingspanner te blokkeren. Draai de bout uit het kettingwiel. En neem het kettingwiel uit de ketting. Draai de bouten van de kettingspanner los en verwijder deze.
Maak de 7 bouten van het balansashuis los. En verwijder het balansashuis. Het balansashuis van de dieselmotor kan wel verder worden gedemonteerd. Dit in tegenstelling tot de benzinemotoren. Verwijder daartoe de geleiderrails. Draai de bouten van het bovendeksel van het balansashuis los. En verwijder het deksel. In geval van beschadiging kunnen de beide balansassen samen met de 8 lagerschalen worden vervangen. Ze zijn identiek, zodat er geen gevaar voor verwisseling bestaat. Monteer de nieuwe lagerschalen in het huis. Zet de balansassen voor de montage in de correcte stand, zodat de as met de borst voor het kettingwiel aan de goede kant zit. Zet de contragewichten omhoog en breng de blokkeerpen KM979 aan, zodat de assen correct met elkaar in aangrijping kunnen worden gebracht. De geblokkeerde assen kunnen nu in het huis worden gezet. Reinig de afdichtvlakken en schroef daarna het deksel met nieuwe bouten vast. Monteer de geleiderrails. En zet het balansashuis met nieuwe bouten aan het cilinderblok vast. Haal de bouten van het deksel en het balansashuis met het voorgeschreven koppel en over de juiste hoek aan. Zie de service-instructies. Monteer de geblokkeerde kettingspanner. Haak het kettingwiel weer in de ketting. Verwijder alle blokkeer- en afstelgereedschappen. Haal het kettingwiel met een nieuwe bout met het voorgeschreven koppel en over de juiste hoek aan. Houd het kettingwiel daarbij aan de trillingsdemper tegen.